door. We gaan nog even door. Ja. Zo. Lekker. Goedenavond, Krachenburg. Mijn naam is John. John, het reclamekanon. En ja, ik zag jullie al kijken. Wie is die man en waarom wil ik wat van hem? Dat, lieve mensen, dat heet nou charisma. Goed, nou moet ik eerlijk toegeven, dit is ook niet de ideale invulling van mijn zaterdagavond. Ik rijd namelijk super green in zo'n Tesla, maar dat klote ding heeft ongeveer dezelfde accu als mijn iPhone. Altijd leeg. Op zoek naar zo'n klote laadpaal. Niet te doen. Ik zie hier een paar van die windmolens. Knipperende dingen, subsidieslurpend. Helemaal ellendig. Nergens een laadpaal. Misschien iets te veel van het goede. Kijk, bij ons op de snuifas is dat dus echt helemaal geen enkel probleem. Daar prik je hem met een Tesla echt zomaar ergens in. Hé, schatje? Hè? Goed, zodoende station dus hier in Krachenburg. En ja, het leven is net als Lucille Werner. Het kan hem raar lopen. Dus ik heb het hier even met Ronde Snitselkoning op een akkoordje gegooid. Ik die Tesla aan de lader. En ik maak jullie eventjes helemaal smart over PR en marketing. Want dat hebben jullie hier wel nodig. Kijk, wie ben ik? Ik ben je marketingtijger, je PR-koning. En ik sta 24/7 aan. Bij mij is het na 60 uur werken dinsdag. Nee, daar word je wel blij van. Dus speciaal voor jullie. Een deep dive marketing en PR voor beginners. Een aaneenschakeling van verhelderende momenten waarin duidelijk wordt wat jullie de afgelopen jaren allemaal fout hebben gedaan. En in 10 minuten maak ik van jullie de persoon die je had willen zijn. Bam, let's go, hoppakee. Stap 1, een power phrase. Of, om het voor jullie nog een beetje duidelijk te houden, een slogan. Kijk, wat hebben andere bedrijven wat jullie hier niet hebben? Een motto om achter te staan. En dan bedoel ik niet zoals ze dat in Bunnik doen. Want daar komen ze niet verder als, rara, waar ben ik? Nee. Nee. Denk dan eens aan Vattenfall. Hun slogan is, fossielvrij in één generatie. Dus in één generatie geen fossielen meer. Kijk, bam, dan sta je ergens voor. En ik zie dat jullie dat lekker aan het toepassen zijn. Tenminste, ik ga ervan uit dat daarom Frans van Egmond hier de boel niet meer aan elkaar lult. En stel je voor dat al die andere carnavalsraden zouden volgen. Een carnaval zonder René Willemsen, August Razing of Rutje Boerema. Ik vind het nu al goed klinken. Doe me trouwens denken aan het ideale streefgewicht voor mijn schoonmoeder. 1 kilo inclusief urn. Goed. Dat doen ze in Emmeloord dan weer net ietsje beter. Kijk, cremeren bij bejaarden wordt steeds populairder. Maar om nou gelijk die hele golfslag in de fik te steken, nou... Het schijnt trouwens dat daar 2 bejaarde Aziaten nu een afvalchinees runnen. Hun best verkochte gerecht is de euthanasie. Dus mensen, bam, doorpakken, piketpalen zetten en meters maken. Net zoals ze dat in band doen. Je let even niet op en flits, je hebt een paar prachtige messilo's in je dorp staan. Misschien dat hun politieke rising star Wim van Wegen daar nog iets aan kan veranderen. Alhoewel, zoals een echte politieke hotshot betaamt, is hij vooral druk met zijn ideeën op Twitter te spuien. In 10 jaar tijd 14.000 tweets. Waar haal je in godsnaam de tijd vandaan? En als je zoveel shit over het internet uitstort, ja, dan zitten die silo's in band natuurlijk zomaar vol. Nee, volgens mij moet je wel echt een hele ernstige variant van het coronavirus hebben om zoveel rotzooi over het internet uit te storten.
14.000 tweets, nee. En ook nog, je kan de Noordoostpool er ook niet meer openslaan. Of hij staat erin met zijn spoorverbinding door Flevoland. Nee, als je zo graag met je kop in de krant wil, of in de media, bind dan gewoon op Urk een 1000-klapper aan de voordeur. Dan kom je in ieder geval nog in opsporing verzocht. Goed, wat hebben we dan nog meer? Coolblue, je weet wel, die webshop waar als je vandaag bestelt, je het praktisch gisteren al in huis hebt. Hun slogan is, alles voor een glimlach. Wat horen we hier? De happy factor. Kijk, dat is stap 2. Hierin is de manier waarop je iets brengt extreem belangrijk. Ik woon al 10 jaar naast een demente oude man. En iedere ochtend kom ik hem tegen. En dan moet ik hem vertellen dat 15 jaar geleden zijn vrouw is overleden. Een zware taak. Maar die twinkeling van geluk in zijn ogen als ik hem het nieuws vertel dat ze er niet meer is, onbetaalbaar. Ja, daar word ik happy van. En waar je John dus helemaal niet happy van wordt, dat is zwemmen in koud water. U kent ze vast wel. Dat groepje dat elke zondag met weer en wind gaat zwemmen in de Kasteleinse Plas. De Kasteleinse Plons noemen ze zichzelf. Super gevonden. Nee, ze hadden beter de Kasteleinse Spons kunnen noemen. Want als al die oude pruiken in dat water springen, dan heeft John van Beek in één keer geen recreatieplas meer voor zijn deur. En nog een nadeel van al dat koude water. Je krijgt een lulletje dat kleiner is als de tepels van de vrouwen van deze club. Nee. Ik zal eens even kijken waar ik jullie nog meer mee kan helpen. Ach, shit. Die klote. Die gasten, je wordt er niet goed van. Kijk, ik doe niet aan doodverwensingen. Maar ik hoop dat die gasten iedere ochtend als ze uit bed stappen met een blote poot op een blokje Lego gaan staan. Cookie hier, cookie daar en maar zeuren over een wachtwoord. Mijn vorige wachtwoord was mijn penis. En dat is nu in één keer te kort. Gaan we verder met stap 3. Stap 3. Appearance. Hoe wil je overkomen? Bam. Kijk, daar kan je wat mee. En dan is ook een goede slogan weer goud waard. Denk bijvoorbeeld eens aan... Er gaat niets boven Groningen. Fantastisch gevonden. En dat klopt ook, hè? Want alles wat niet boven Groningen gaat, dat sturen ze naar ons. Zo hadden we eerst geile boer Geert. Kregen jullie vorig jaar bronstige bouwman. Nee. Maar het is natuurlijk wel wat, zeg. Nog geen jaar in dienst. En dan weggaan wegens verschil van inzicht en vermeend grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag. Wat zouden ze daar nou mee bedoelen? Toch niet dat gitsige Harold iets te veel op boer Geert was gaan lijken? En bieruken, pruven en vuren. Nee. Laatst vroeg trouwens een Marco Klaver aan mij waarom zijn personeel zo bleef klagen. Ik zeg tegen hem, tja Marco, je moet eigenlijk alleen nog maar Joods worden, want je hebt al een kop als een klaagmuur. Maar daar kan je ook je kracht van maken. Ik zie dat ze dat al lekker aan het toepassen zijn. En klagen, dat doen ze in Espoo ook. Het lijkt wel of die gasten altijd met verkeerde benen uit bed zijn gestapt. Nee, die zou zo'n voorbeeld moeten nemen aan Krel. Kijk, daar gaat het er een stuk vrolijker aan toe. Daar stapt iedereen met zijn goede been uit het verkeerde bed. Goed, gaan we gewoon door. Ik heb namelijk nog veel meer informatie. We gaan rebranden. Rebranden, waarom zou je dat nou willen doen? Kijk, als het goed is, dan moet je het toch niet veranderen. Fout. Stilstand is achteruitgang. Kijk, neem bijvoorbeeld dokter Oetker. Dat spreek je sinds 2014 uit als dokter Utker. En ik hoop eigenlijk niet dat ze dat gaan doorvoeren voor de koetjesrepen, maar dat is een... Maar rebranden. De gemeente Noordoostpolder is er super druk mee bezig. De deel, helemaal gerebrand, hè? Helemaal nieuw. Ze hebben bomen, parkjes, parkeerplekken en er komt zelfs horeca. En dat noemen ze Bruut. Nou, fantastisch. Ja, nee, maar ik denk het is altijd beter als een slechte afkorting. Want daar hebben jullie er ook al genoeg van. Een MFC, een MFA. Nee, doe mij dan maar MDMA. Heel even hoor.
Zo! Hè, goed. Het betere witte spul kun je hier trouwens schuin tegenover krijgen, heb ik gehoord. In café Het Hoekje. Ja, heb ik gehoord, hè. De neusgaten van de gemiddelde bezoeker daar, die schijnen wat te lijken op de Bermuda-driehoek. Daar verdwijnt echt alles in. Goed. Jeetje. Ja, wat hebben we dan nog meer? Wildeburg, hebben jullie daar wel eens van gehoord? Ja. Nou, de meesten van de polder niet. Het reclamekanon ook niet. Maar het schijnt een soort Woodstock in de polder te zijn. Vrijheid, blijheid. En qua seksuele vrijheid hoop ik dat ze het maar veilig doet. Want anders loopt straks de hele polder rond met een eikelprocessierups. Nee. Nee, eigenlijk is het zo gek nog niet hier. En als het even kan, blijf ik hier misschien wel. Ik ga even met meneer Potters om tafel om te kijken of die Tesla hier wat langer aan het laden kan. Nou hoop ik dat dat lukt, want hij schijnt nogal zuinig te zijn. Dus daarom kreunt hij waarschijnlijk zo hard als hij klaarkomt, want dan komt het uit zijn eigen zak. Krachenburg, bedankt. Een heel fijn carnaval. Bam, go, go, go!